Soms zijn ruiten zo helder, zo schoon, dat bij het zien van dit soort ruiten direct de twijfel intreedt of ze gesloten zijn, dan wel geopend. De ruiten benader je heel voorzichtig, heel geconcentreerd. En steeds een beetje dichterbij komend, denk je elk moment bevrijd te worden door de aanraking van het koele glas. Door de concentratie waarmee je dit doet, ontschiet je één ding. Het feit dat je hand allang de lijn is gepasseerd waar de ruit in het venster zou kunnen zitten. Kijkt hij mij aan. Hij lacht en beweegt zijn handen in een vaag gebaar van herkenning. Zijn mond beweegt alsof hij woorden spreken wil, maar hij weet niet hoe. Hallo! En ik mijn gedachten nog steeds in een chaotische spanning, als ware het een reis. Gezelschap op het punt Hallo. Van vertrek. Maar niemand die de beweging begrijpt. Het Hallo. Uitzicht verandert onmiddellijk. Ik kon in het midden van de kamer zitten en het erg druk hebben.
Neither could say. It comes so slow, not since, not why. Both didn't know. Exeunt they, not false, not true, not you, not I. It comes so who?